Let's go. I am excited. In de jaren 90 was ik een trouwe bezoeker van housefeesten en clubs. En werd meteen verliefd op de muziek, de sfeer en de cultuur. De radiomixen van Ben Librand inspireerde mij en vele anderen tot het aan elkaar plakken van hardcore tracks. Het revolutionaire MS-DOS-programma Fast Tracker maakt het zelfs mogelijk om met behulp van samples eigen muziek te maken. De hardcore scene groeit enorm snel, met vele feesten als Thunderdome, Hellbound en Hellraiser. En al snel heb ik ook mijn eerste optredens. Als hardcore DJ Hayes. Het evenementenbedrijf ID&T bestaat net een paar jaar. En in 1997 komt er een DJ-plek vrij op Thunderdome on Tour in Haaksbergen. DJ Abyss, een van mijn beste vrienden van de basisschool, gaat mee. Dit is het begin van een reeks optredens waar we solo en op een gegeven moment als DJ-duo optreden. Er zijn in die tijd geen live-uitzendingen, smartphones of social media. De enige manier om een feest opnieuw te beleven is door live cd's te luisteren of magazines als Thunder Magazine of Stroop te lezen. Alle DJ's draaien in die tijd alleen met vinyl. Soms til je wel 2 of 3 platentassen van 20 kilo naar een club. Sommige platen worden in beperkte oplagen gedrukt, dus je moet vaak verschillende winkels af om juist die ene plaat te vinden die je graag wilt draaien. Aan het eind van de jaren 90 is er veel negatieve publiciteit rondom hardcore. Gabbers. Het heersende idee is, ze zijn agressief, ze zijn racistisch, ze dragen trainingspakken van onbetaalbare merken en ze gebruiken allemaal drugs en wie ze tegenkomt loopt maar het best een straatje om. Gevolgd door commercialisering. Happy Hardcore komt op en er worden veel parodieën gemaakt op gabbermuziek. Dit is de doodsteek van de hardcore. Toen was er een soort van switch. Ja, in Engeland had je zeg maar de hardhouse. In Duitsland had je de hard trance. Ja, het was geen hardstyle, want het bestond nog niet. Dus het was allemaal een beetje afgeleide van de hardtrends. Ja, dat was eigenlijk net voor de Club Tempo feesten waren we al een beetje aan het zoeken met een aantal artiesten. De eerste paar feesten van de Club Tempo, die waren niet eens zo goed bezocht, weet je. Het was gewoon een try-out om het gewoon te proberen. En mensen moesten echt wennen op het begin. We draaiden echt allemaal wel een beetje dezelfde platen, maar het was wel die sound, weet je. Dana was echt de queen van Club Tempo. Zij is daar begonnen. Later zijn daar Pavo, Luna, Hayes en Abyss, Techno Boy, Derp. Die zijn er allemaal bijgekomen. Dat was echt de movement, de beweging. Op Club Tempo komen veel verschillende muziekstromingen bij elkaar. De DJ-sets bestaan uit techno, hardhouse en hardtrance-platen. Een totaal nieuwe sound komt tot stand en Q-Dance noemt dit hardstyle. Yes. De Hemkade in Zaandam groeit uit tot de tempel en geboorteplaats van hardstyle muziek. Ik heb hier deze platenkop gepakt, zo. Zo. Ah, nou, het ruikt echt naar gewoon Hemkade, ja. Ja, dit is gewoon. Ja, dit is. De geur zit nog gewoon hier in deze platen. Synchroon met wat er in Noord-Holland gebeurt, begint ook in het zuiden van Nederland de hardstyle scene steeds meer vorm te krijgen.
Organisaties als Beat & Beat geven zeer succesvolle feesten met onder andere DJ's als Deez D, D-Pack en DJ Isaac. Beat & Beat, waar ik zelf wat vaker stond in het begin, die pakte meer de Duitse markt aan. Dus dat was meer de Cosmic Gates, dat was Talla, al die Duitse, dat was meer een hard trend, zeg maar. Hardstylefeesten worden steeds populairder en de scene steeds groter. DJ Luna, Pila en The Scientist richten als een van de eerste Nederlandse DJ's een hardstyle platenlabel op. Straight On Recordings. In 2003 brengen ook wij daar onze eerste plaat uit, Drop That Beat. B2S organiseert in 2002 Decibel Festival en nog een jaar later organiseert Q-Dance de eerste editie van DEFCON 1 Festival op het strand in Almere. Here's Johnny. Bestaan er veel clubs die hardstylefeesten geven. Dus als DJ rijd je vrijwel elk weekend heel Nederland door. We gingen wel heel veel draaien in Nederland. Er kwamen heel veel aanvragen uit het hele land. We hadden volle agenda's. Weet je, alle clubs en familiebedrijven, kleine clubjes, grote clubjes. Ontstaan van de Matrix. Dat was echt veel rijden, veel autorijden. Die oude tijd, want nu inderdaad zijn er geen clubs meer. Er zijn misschien nog drie clubs in Nederland. Wij konden vroeger gewoon een heel weekend alleen maar door Nederland toeren om clubs langs te gaan. De eerste auftritt in Holland kan ik me eigenlijk zo gar niet meer aan herinneren, wanneer het eerste maal was. Ik glaube, het was Helmkade, Weltweg, glaube ich, oder irgendwas. De laden war pakkevoll. Die Leute haben so da drin gestanden und alle haben nur gefeiert. Es war einfach super. Draaien in clubs, ja, dat was altijd heel bijzonder. Als DJ stond je meestal ergens verstopt, achter een bar of hoog op een balkon. Er waren nog geen grote shows, geen lasers. Meestal was een rookmachine en een stroboscoop was eigenlijk voldoende. Dan had je niet een show. Je ook niet eens, als we een multikje gek deden, dan was er een vuurspuur langs. Of een wijf die ging op het podium liggen, deed bijna benen omhoog en die daalde een deel in de dat was dan de show. Ja, er bestonden ook nog geen navigatiesystemen, dus er was vaak een hele zoektocht om überhaupt op de locatie te komen. Ik denk dat wij in 2003 ongeveer 45 optredens als DJ Duo gedaan hebben. En er zaten ook heel veel clubs in Nederland, Duitsland dus. Ja. Well, the club scene in Holland and Germany was very big. And I had the honor to play at the Club Tempo, Multigroove, The Bridge, DEFCON 1, Decibel and many more. Clubs zijn een beetje over in onze scene, voor onze scene dan. Kick that ace, that bass. Door de digitale revolutie krijgen DJ's ineens fans van over de hele wereld. Veel artiesten creëren een MySpace-pagina en een eigen website. Online wordt er ook steeds meer geschreven over DJ's en de interactie met het publiek wordt steeds belangrijker. Ook wij zijn elk weekend als DJ Duo op pad. De DJ wordt langzaam een popster. Come for the sacred call of two. For the work together with the prospectors of just drop their beats, do this all in hard man. Let's welcome Ace and Abyss.
Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik niet aan alle verwachtingen kan voldoen. Dus ik sluit me af. Op een of andere manier is het succes te overweldigend en aan het eind van 2003 gaan Abbas en ik allebei onze eigen weg. Weet je, we hebben het natuurlijk, we hebben ze allemaal al een keer meegemaakt. Van Hayes en Abyss tot aan Headhunters tot aan Brennan en Hart, noem ze maar op. Er zijn natuurlijk gigantisch veel echtpaartjes die in de loop der jaren zijn gescheiden. De hardstyle scene wordt alsmaar groter en Straight On Records begint een nieuw, meer techno georiënteerd sublabel. Genaamd Straight On Black. Ik denk dat Straight On Black wel het lef had om out of the box te denken. Ja, iedereen vond het vet, weet je, want er zat gewoon een combinatie van een bepaalde drive, maar wel met die harde kicks, harde diepvolle kicks en vette hardstyle geluiden. Hardstyle gaat steeds vaker de grens over. En ook ik krijg boekingen in onder andere Zwitserland, Engeland en Australië. I think there are a lot of similarities between the Dutch hardstyle scene and the Australian hardstyle scene. That go as deep as the fact that our cultures are very similar. The people there have similar passion about the music. They have similar knowledge about the music. And they just want to have a good time and they're friendly. We don't have the scale and the number of parties. We don't have multiple festivals going on every weekend. Eric has been part of the hardstyle scene since it began. Having a chance to play at those really early Q-dance parties is absolutely amazing. De zware koffers vol met vinyl worden vervangen door cd's. En uiteindelijk worden die cd's weer vervangen door USB-sticks. In 2010 ben ik begonnen met muziek uitbrengen bij Hardcopy op het label van Deepak. In die tijd kon eigenlijk gewoon alles nog, weet je wel. Je had gewoon geen splitsing tussen wel en euphoric, je had gewoon hardstyle. En dat was het, weet je wel. Iedereen deed gewoon wat ze leuk vonden. Mijn eerste EP die bestond ook uit drie totaal verschillende tracks. Waaronder Too Hard To Handle, die juist keihard was. En Up In The Joint, die echt super feest was. De bekende reverse bass werd vervangen door een kick die van toonhoogte veranderde. En er kwam een splitsing tussen melodieuze en de wat hardere hardstyle tracks. Dat werd omgedoopt tot raw hardstyle. En het werd vrij snel behoorlijk populair onder het publiek. In die tijd produceerde ik clubtrends. Eigenlijk pas later, toen hardstyle wat harder werd. Toen dacht ik van ja, dit voelt meer net zoals de hardcore van vroeger. Er zit hetzelfde gebouwde gevoel in. En toen ben ik er zelf ook mee begonnen. Om mijn eigen carrière een nieuwe impuls te geven, besluit ik tracks uit te brengen onder een andere naam. Met de wat rauwere hardstyle sound, Arctic. It's that time. I'm gonna take the subtle approach first. Cause I'm just getting started. Oh, here's a temporary fix for your permanent flaw. This album helps you to release cause life is irking us all. Enough to make you wanna break shit. No longer will I take shit from any of these clowns cause I'm tired of this fake shit. Door de track Fuck The Fake Shit sta ik onverwachts ineens in de spotlights. Een van de DJ's die deze track vaak draait is Adaro. In 2012 maakt hij een officiële remix en dit wordt een grote hit. Ik draaide een track van Arctic, Fuck The Fake Shit, de originele, draaide ik veel in mijn sets. Toen woonde ik bij mijn vader thuis, die heeft een kapsalon. Daar kwam een vertegenwoordiger langs en ik denk, die stem herken ik. En dat accent dat heb ik gisteren nog aan de telefoon gehad. Toevallig ging ik naartoe, ik zeg, ben je toevallig Arctic? En dat bleek je te zijn. Ik dacht echt van, dit is een teken dat die remix te snel moet komen. Dus die heeft het heel goed gedaan. Heeft heel veel betekend voor al twee onze carrières. Oh.
Op A2 Records, een sublabel van Scantrax, ontwikkelt de raw hardstyle sound zich razendsnel. Op het moment dat A2 Records opkwam, was eigenlijk tegelijkertijd met de opkomst van de raw hardstyle. De jongens die er toen bij zaten waren de Alpha Twins natuurlijk, Andy, E-Force, Arctic en Nadaro. Naast raw ontstond er in één keer nog een subgenre, early hardstyle. Ja, en eigenlijk was dat gewoon de muziek waar het allemaal mee begon in 2001 op Club Tempo. 10 jaar na onze break-up, in 2014, zorgde dit genre er zelfs voor dat Abyss en ik wel als duo op het podium stonden in de Hemkade. Ja, dat was echt alsof we nooit weg waren geweest. Dat was echt heel erg bijzonder. De opsplitsing van hardstyle zorgt ervoor dat elk genre een eigen groep fans krijgt. En de hardstyle DJ's en producers kiezen ook vaak maar één kant van het muzikale spectrum. Artiesten als Wild Styles zorgen voor een groei in de melodieuze hardstyle scene, terwijl artiesten als Randy en Adaro zich meer focussen op de hardere variant. Net als met mellow en hardcore house in de jaren 90 gaat mijn voorkeur weer uit naar de hardere variant. Desnar en ik beginnen samen een nieuwe live act, The Warriors. Waar we een brug proberen te slaan tussen de verschillende hardstyle genres. Buiten Nederland wint hardstyle veel populariteit. Onder andere festivals als DEFCON 1 wordt in meerdere landen georganiseerd. En clubs als Massive in Sydney in Australië worden elke maand goed bezocht door hardstyle liefhebbers. In bijna 20 jaar heeft deze muziekstijl grenzen vervaagd. En ik ben er trots op dat ik hier een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ik ben nog steeds verliefd op de muziek, de sfeer en de cultuur. En zal altijd verbonden blijven met de scene. Dus vandaag vrijdag 11 april voor sommige al. Dat kan je niet lezen. Dit is de datum. Dat kun je niet lezen. Nee? Welk is het? Vrijdag 11 april. Ah, oké. Okay. 5:30. Wat zei je? Nice. Is voor de kinderen thuis later, hè? Ja. Zit je met opa Hees en opa Abyss zitten dan voor de televisie. Die zei tegen mij van... Dat hoor je echt. Dit was echt een opstaat. Dat was het, prijzenslag. We gaan beginnen. We gaan beginnen, we gaan rammen. We gaan even eindigen. Water. Water. Schitterend, hè? Ja, jij nou. Net te laat. Nee. Oh, nee. Let's work it off, DJ Arctic!